We eindigen met 180. Ga je niet doen. Hoeveel? De bekende Haagse paradarter Arie van der Rassel heeft sinds een week zijn eigen dartavond in gehandicapte sportvereniging Chameleon in Eskamp. Tijdens Arie's dartclub kan elke gehandicapte sporter pijltjes komen gooien. Ja, je mag zo staan. Ik moet net als zij, één wiel mag over de okje heen, zodat je met je lichaam eraf blijft. En als jij gooit, kan zij de pijlen eruit halen. Ja. Nou, het doel ervan is om meer mensen te creëren en te laten zien van als je een handicap hebt, kan je ook gewoon darten. Al die familieleden of die vrienden of die kennisjes, vaak zitten ze thuis in een hoekie, kijken naar darten op de televisie, winnen het graag, zijn bang om ergens heen te gaan. En dit is een mooie gelegenheid. Dus je haalt ze uit als isolement thuis en op deze plek kan je ze samenbrengen. Hans Willink nam het initiatief voor de dartavond. Het is een spin-off van een groot internationaal paradarttoernooi dat eind mei voor de tweede keer in Scheveningen werd georganiseerd. En er kwamen vragen op ons af van waar kunnen we als gehandicapten op een rustige plek leren darten. Als we het nog niet kunnen of als we het vroeger wel deden en we zitten tegenwoordig in een rolstoel en we willen het wel weer, maar niet onmiddellijk in een kroeg, waar kunnen we naartoe? En dat was er eigenlijk niet in Den Haag. Maar dat is nu veranderd. Paradarters kunnen terecht bij Arie's Dartclub. 37, 39. Oh, hij zit er wel strak erbij, hè? Hoe gaat het vanavond? Nou, gelukkig heb ik een blamage die hij misschien dadelijk eruit knipt. En ik ben eigenlijk nog steeds een beetje aan het zoeken naar de juiste houding met mijn stoel. Op het ene moment is het kaarsrecht, op het andere moment een klein beetje schuin. En dan is het weer naar voren zitten, dan weer naar achteren zitten. Dus ik ben eigenlijk nog steeds zoeken. Oh, on the wire. On the wire. Nee, de buiten. Hier ben je eigenlijk met lotgenoten. Hier kijkt niemand je raar aan. Hoe je ook gooit, gooi je. En ja, dat is met een café is dat toch vaak wel weer even wat anders. Hoeveel? Yes! Yeah!